Nou, de voortekenen zijn goed en ook de woorden van de koning die komen goed aan, denk ik. En ja, de voortekenen zijn dat er meer ruimte komt voor veiligheid en ook voor de politie. En daar ben ik heel blij mee. Waar zit die ruimte vooral in, denkt u? Nou, het gaat er vooral om dat de politie kan blijven doen waar ze voor aan de lat staat. Veiligheid creëren. En dat kan met extra middelen. Kan dat, gelukkig. En gelukkig is ook nog een beetje ruimte om wat extra's te kunnen doen. Onder andere de dienst speciale interventies, de DSI, krijgt er ook meer geld bij. Bent u daar blij mee? Ben ik zeker blij mee. En want eigenlijk is terrorismebestrijding een zaak van de wijkagent. Tot en met de speciale eenheden. En er is ruimte om aan beide wat te versterken. Hoe belangrijk is het dat zij ook nu in deze tijd meer geld krijgen? Nou, het is belangrijk dat ze heel dichtbij zijn en dat ze snel kunnen ingrijpen. En daarvoor heb je behoorlijk veel mensen nodig. En dat kunnen we hiermee realiseren. Ja, het is natuurlijk zaak dat de taken die je opgedragen krijgt, dat die ook met de middelen kunnen. En ik heb van het begin al gezegd, het piept en het kraakt bij de politie. En daar zijn mogelijk dus extra bezuinigingen voor nodig. En die zijn nu van de baan. En daar ben ik heel blij mee.